afgesloten moest worden. Dat heeft nogal wat overlast veroorzaakt in de gemeente Kerkrade, omdat we daardoor het verkeer over andere wegen moesten leiden. Maar soms ook vanwege buitenring aangewerkt werd. Dus de afgelopen periode heeft Kerkrade wat dat betreft veel overlast ondervonden. Maar dat is bijna helemaal afgelopen. De Kerkrade Steenweg is al open, die ziet u nu recht voor u, dat viaduct waar die auto's over rijden. Dat is het nieuwe viaduct over de buitenring. Wij gaan hier naar rechts. Je ziet nu direct aan de rechterkant, dat is de parkeerplaats van Gaia zo. En dan zie je die stapelstenen. Daar wordt nu aan gewerkt en dat is in het kader van de aankleding van de buitenring. Dat noemen ze de zogenaamde leisure ring. Het zijn een aantal verschillende maatregelen langs de buitenring om die buitenring ook wat aantrekkelijker te maken. En dit is het eerste wat gerealiseerd wordt. Hier beneden langs de buitenring. Ongeveer 10 meter verlaagd ten opzichte van het niveau zoals het eerst was. Met daar het nieuwe viaduct, wat 28 juli is geopend van dit jaar. Links van u ziet u ook die stapelstenen, dus die worden zo doorgezet vanaf het talud bij de parkeerplaats naar het talud langs de buitenring. We moeten op de linkerbaan rijden. Ja. Als straks de buitenring open is en u rijdt hier, dan mag u dit niet doen, want wij rijden nu op zijn Engels. Dat mogen wij alleen maar nu. Nou, we rijden nu het Vaalputsdal in van Kerkrade. Dit gedeelte was Kerkrade een groot tegenstander van de buitenring. Want de gemeente Kerkrade wilde niet dat de buitenring het Vaalputsdal zou gaan doorsnijden. Uiteindelijk is het dan toch gekozen voor dit tracé vanwege verschillende redenen. Maar we proberen natuurlijk dit tracé wel zo goed mogelijk ingepast te krijgen in het Vaalputsdal. Maar u ziet de diepe insnijding in dit dal, want ook hier is het ongeveer 10 meter waar wij naar beneden zijn gegaan. Ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld wat u links en rechts ziet. Dus dat is natuurlijk een behoorlijke ingreep. Anderzijds voor de liefhebbers van een weg die door zo'n dal gaat, is dat ook alweer fraai. Maar goed, dat is van allemaal andere gezichtspunten bekeken. Aan de rechterkant ziet u zo'n pad met stijgerwerk. Daar zijn ze begonnen aan de realisatie van een geluidsscherm. Want langs de buitenring komt natuurlijk over een totale lengte van 7 kilometer ongeveer komen geluidsschermen. En ook hier komt een geluidsscherm. Omdat het Vaalputsdal als bijzonder mooi wordt ervaren, is dit geluidsscherm transparant uitgevoerd. Ik hoop dat we er langs kunnen. Ja. Nou, recht voor u ziet u weer een viaduct en dat is het viaduct van het miljoenenlijntje. Daar zitten van die witte platen voor. Daar ziet u nu nog niet zo gek veel aan, maar die platen zijn geperforeerd. En s'avonds, straks, als de weg open is, dan worden die platen van achter verlicht en dan komt daar een tekening tevoorschijn, zowel aan deze kant als aan de andere kant. Aan de andere kant is dat een stooptreintje en aan deze kant zijn dat dieren, omdat de spoorwegovergang die daar overheen gaat, van een miljoenenlijntje, die is gecombineerd met een faunapassage. Rechtstreeks de weg de gracht inrijden, dus daarvoor is die parallelweg noodzakelijk. En die wordt nu ook gebruikt voor de omleiding van al het verkeer, wat normaal hier op deze Hamstraat zit, wat dan straks in de buitenring gaat worden. Dat verkeer moet omgeleid worden omdat we met deze werkzaamheden hier bezig zijn. En dat vindt nu plaats op die parallelweg. Dat is voor de bewoners van de gracht iets minder leuk, want die hebben nu best veel verkeer vrij dicht achter een achterop zit. Maar straks als die buitenring helemaal in gebruik is genomen, dan zal er veel meer verkeer hier zijn. En dan zijn die verkeerslichten wel noodzakelijk. Captain Ashy. Yeah.
die hebben gekeken naar de vormgeving van die kunstwerken. En die zijn dan uiteindelijk tot dit ontwerp gekomen. Alle bruggen over de buitenring, die hebben hetzelfde uiterlijk. Behalve de brug waar we al onder doorgereden zijn, dat is de brug van het miljoenenlijntje. Die heeft een iets andere verschijningsvorm, omdat de gemeente en ook de welstandscommissie dat wilden, omdat het gewoon iets heel anders was, het miljoenenlijntje. We gaan om voldoende constructieve sterkte te krijgen in die wanden, want die zijn dermate stijl dat als je dat niet zou doen, dan zou ze bij de eerste de beste regen maar helemaal wegspoelen. Want een natuurlijk taluut, die is veel minder stijl. Dit is bijna 1 op 1 en normaal is het 1 op 3. Dan zou je natuurlijk kunnen uitvoeren. Aan de onderkant van dat taluut, aan de weerszijde, zie je dat nu. Zie je die klimop. En die klimop die groeit straks helemaal naar boven en die moet dan ook die folie, die plastic folie, beschermen tegen UV. Een andere uitvoeringsmethode. Je ziet nu, waar we nu rijden, ook faunapassages onder de buitenring door. Dat zie je op veel meer plekken langs de buitenring. En dat is uiteraard om het fauna veilig de buitenring te laten oversteken. In dit geval onder de buitenring dan. We hebben ook op een aantal plekken ecoduct, het grootste ecoduct. Eigenlijk hebben we één ecoduct, dat is bij de Brunselmaheide. Hier moeten we eraf. Ja, hier moeten we eraf. Correct. Ten aanzien van de verlichting, dat ziet u nu ook. Omdat we hier een afrit afgaan, daar is verlichting aangebracht. Verder is er eigenlijk geen verlichting langs de buitenring. Dus alleen bij de op- en afritten zult u verlichting aantreffen op het provinciale gedeelte. Op de viaducten zelf, zie je ook, is ook verlichting, maar dat is eigenlijk de gemeentelijke weg. En gemeentelijke wegen, zeker de binnenbouwde kop, die worden verlicht. De buitenring gaat dan dicht en wordt dan ook verder afgebouwd tot buitenring die dan hier wat hoger ligt. Ook hier komt weer een volledige op- en afritconstructie op de buitenring. Dus dat is bij de ganzenpool. En dan gaat hier naar rechts. En dat is dan links. En dan bij die rotonde naar links, ja. Hier komt dus een volledige op- en afritconstructie op de buitenring. En als straks Nature Wonderworld, als dat doorgaat, waarvan wellicht nog dit jaar een financieringsbeslissing wordt genomen, dan zal het hier van het bezoekende verkeer erg druk gaan worden. Daar van Nature Wonderworld. In gebruik genomen. Hier ziet u het profiel van de buitenring met de brede bermen aan de zijkant, links en rechts. Aanvankelijk zou dat veel minder breed zijn, omdat we minder grond konden kopen van in dit geval natuurmonumenten. Maar naderhand hebben we dat toch kunnen doen, waardoor we die zijkanten, die bermen, veel breder kunnen maken. Heel interessant, recht voor u gaan we onder het ecoduct van de Brunselmaheide. En rechts van u ziet u ook een scherm, waarvan u in eerste instantie zult denken dat is een geluidsscherm. Maar dat is een zogenaamd stikstofscherm. En dat stikstofscherm is gerealiseerd, dat is een van de nieuwe maatregelen nadat de buitenring was vernietigd. En dat moet ervoor zorgen dat er minder stikstof uitstoot op de Brunselmaheide terechtkomt. Want precies op die plek van de Brunselmaheide staan bepaalde planten die super gevoelig zijn voor stikstof. Nu zijn we ook aangekomen in de gemeente Kerkrade. We hebben net de gemeente Landgraaf achter ons gelaten en zijn nu in de gemeente Kerkrade. En aan het einde van dit jaar zal het gedeelte rechts van u, waar ze nu bezig zijn, zal ook in gebruik worden genomen. En dan kunt u straks, als we hier deze bocht om zijn, kunt u een nieuw viaduct zien. Dat is een viaduct onder het spoor. Daar gaat de buitenring straks onderdoor. En dan komt dit gedeelte in de bocht, komt dan te vervallen. Dus wij gaan nu nog niet onder het viaduct, dat kan nog niet, aan het eind van dit jaar wel. En dan gaat de buitenring dus zo hier, vanaf dit punt, echt zo rechtdoor richting Kerkrade. Links van u ziet u het Anselerbeekdal, prachtig dal, wat ook opnieuw wordt ingericht. Met subsidie van de provincie, dat wel. Maar wel verder onderaf van de gemeente Kerkrade. En rechts van u ziet u ook weer zo'n parallel weg. En die is ook gerealiseerd in het kader van de buitenring, maar dan ter ontsluiting van het bedrijventerrein 30 Bar.
zodat ze daar erop en eraf kunnen gelijkvloers. Want dat kan niet hier vanaf de buitenring. En aan het einde van dit gedeelte zijn we eigenlijk weer aangekomen bij Gaia zo. En daar gaan we eraf. Rechts van mij ziet u nog een pechstrook. De buitenring is namelijk een provinciale weg, maar geen autosnelweg. En deze heeft dus geen... een vluchtstrook, sorry, ik kon hier geen woord komen. De buitenring heeft geen vluchtstrook, maar wel onder zoveel kilometer een pechhaven voor automobilisten met pech. Tussendoor pech krijgen, nee, wel pech. Dan heb je dubbel pech, ja. Nee, maar dat heb je geen veilige ruimte meer. Nee, dat is, maar dat is de keuze die je maakt, anders wordt hij nog breder. Nou, ja. De opdrachtgever is dus provincie Limburg samen met Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat is betrokken bij het project omdat wij nog die grote aansluiting boven op de A76 moeten gaan realiseren. En zodra je iets gaat realiseren boven of aan de snelweg, dan is Rijkswaterstaat altijd daarvan de opdrachtgever. We doen ook een aantal viaducten samen met ProRail. Dat zijn dan uiteraard de kunstwerken, de viaducten die we realiseren. Over of onder het spoor. En ook daar is ProRail dan altijd de opdrachtgever. Dat is wettelijk zo geregeld. Daar mogen wij als provincie geen opdrachtgever voor zijn. Uiteraard moeten wij wel betalen daarvoor. Dat spreekt voor zich. Het werk wordt niet uitgevoerd door de provincie Limburg. Daar hebben wij een aannemer voor. En in dit geval is dat een aannemerscombinatie. De aannemercombinatie Buitenring Parkstad Limburg. Hier naar rechts. Ja. En deze, nog wel deze. Deze? Ja, dat kan toch? Ja, dat kan toch. Gelukkig. Anders zitten we helemaal centrum. Ja, nee, ik kan. De aannemercombinatie die bestaat uit drie aannemers. Dat is hoofdaannemer Boskalis Nederland. En die werkt samen met Razenberg. Is een aannemer die vooral gespecialiseerd is in asfaltwerkzaamheden. En de derde aannemer die in het samenwerkingsverband zit is Basics. Dat is een Belgische aannemer. En die aannemer, Basics dus, die is met name weer gespecialiseerd in betonwerk. Dus alle kunstwerken, alle viaducten, die worden in dit geval uitgevoerd door Basics. En samen is dat de aannemerscombinatie Buitenring. Nou, en we zijn dan aangekomen weer bij het vertrekpunt. In dit geval ook tevens het eindpunt. Ik denk dat ik alles met u heb gedeeld wat ik kan delen, wat ik weet. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en dat ik jullie wat heb kunnen vertellen wat jullie wellicht nog niet wisten. Nogmaals, bedankt voor jullie belangstelling. En nog even geduld en dan kun je zelf ook over de buitenring rijden. Ja.